chefsfriends.nl. Ja, Sydney, school van Johnny en Therese. Ik heb hem leren kennen toen we waren in de Limoux voor de 35e editie of 30e editie. Kwam Johnny en Therese kook voor 500 gasten in Frankrijk. En Sydney die was uitgenodigd om te gaan mise en place doen bij een traiteur in Avignon. Nou, we waren 6 dagen samen en die heeft hij echt, je zag een chef. Ontzettend veel ruzie met die Franse chef ook daar. Nou, die Franse chef, die, het was te horen. Wat Sydney deed, de techniek en alles was te horen voor hen. En hij stond een beetje af te zeiken, dit en dat. En hij stond te zeiken over Sydney. En Sydney zei, wat is dat voor melote, die Fransoos daar. Dus tussendoor moest ik altijd vals praten. Ik zei, ja, wat zegt die Nederlander? Ik zei, hij vindt jou prima en hij wil je keuken gebruiken. En hij vindt het... En Sydney zegt, wat zegt hij, die Franse idioot? Hij zegt, nee, hij vindt het ook jou prima. Dus continu, maar echt, dus kon niet hebben. Maar we zaten de koks van Johnny daar. We waren met z'n achten. Ik heb 3000 verificatie gehad. Ik had tot hier. En je zag de chef al in die tijd. En dan is hij naar Richard Eikenbusch gegaan in Hongkong. En toen hij terugkwam, nam hij de sfeer en de smaak daar. En nu, ik heb een paar keer gegeten bij Libre Zusje, toen. En 3 keer gegeten met, dat is wel leuk om te vertellen, met Paul Perret. Paul Perret zit in Shanghai, hij heeft 3 sterren, hein, de ultraviolet. En toen we waren met z'n twee. En hij had een gerecht met eend. En die man die hele tijd toen hij terugkwam met iets van, hoe heeft hij het gemaakt? Hoe heeft hij het gemaakt? Ik vind Sydney een grote, grote jongen. Heel leuke sfeer, cozy. De maître, die is ook fantastisch. Die kan jou vertellen over wijnen, over producten, hoe ze het gemaakt. Maar niet veel. Ik heb een idee, je zit een beetje thuis. Dat heb je niet trouwens bij Johnny Interesse en bij François en bij Interskalde. Bij Jan, dat heb je deze affiniteit, deze intimiteit. En dat doet ze heel goed. En dat doet bij Sydney is het ook. Je voelt thuis en niet een mens. Heeft het gesmaak, heeft het dit, heeft het dat. Nee, dat is waanzinnig keuken, waanzinnig dessert. Het einde is het einde. Beter kan ik niet zeggen. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.